Welkom bij de online workshop over het aanmelden van noviteiten. In deze video laten we stap voor stap zien hoe je een noviteit kan aanmelden via Floridae. Een noviteit is een nieuw product dat nog niet eerder op de markt is gebracht en moet voldoen aan een aantal criteria. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Royal Floren Holland. Om een noviteit via Floridae aan te melden, moet je zorgen dat je het artikel al in jouw catalogus hebt aangemaakt. Heb je dit nog niet gedaan, doe dit dan eerst nog even. Als je wilt zien hoe je dit doet, bekijk dan eerst de workshop catalogus. Laten we starten met het aanmelden van een noviteit. Om een noviteit aan te melden, gaan we naar het menu Netwerk en vervolgens naar Marketing. Je hebt hier twee tabbladen, profielinstellingen en daarnaast noviteiten. Om een noviteit aan te melden, klikken we op Noviteit indienen. We volgen de stappen en zoeken ons artikel op door de artikelnaam of VBN-code in te vullen. Klik op het gewenste artikel om het te selecteren. Nu kunnen we door naar de volgende stap. Indien je meerdere foto's aan je artikel hebt gehangen in de catalogus, kun je hier nu uit kiezen. Heb je alleen één foto toegevoegd, dan wordt die automatisch geselecteerd. Vul de periode van het artikel in. Dit is de beschikbaarheidsperiode van het artikel. Daarnaast willen we weten wat het product zo bijzonder maakt. Klik op Beschrijving toevoegen. Selecteer de taal Nederlands, Engels of Duits en vul de omschrijving van jouw noviteit in. Daarna klik je op Opslaan. In verband met het steeds internationaler wordende netwerk is het aan te raden om de beschrijving ook meteen in het Engels toe te voegen. Dit kan je doen door nogmaals op Beschrijving toevoegen te klikken en de stap te herhalen. Wanneer je alles hebt ingevuld, klik je op Opslaan. Jouw aanmelding wordt nu ter beoordeling verstuurd. Wanneer je noviteit is goedgekeurd, is het natuurlijk ook op een gemakkelijke en snelle manier te vinden voor de kopers. We schakelen over naar de koperskant om te laten zien waar dit dan precies is. Via het menu ga je naar de Explorer toe. Onder de snelkoppelingen zie je meteen al staan de noviteiten. Klik erop en je krijgt meteen een overzicht van alle noviteiten van dit seizoen. Je kan hier ook bekijken wat er al voorbij is gekomen of wat er nog komen gaat door de periode aan te passen. Hierbij kan je ook nog een keuze maken uit de periode per week of per maand. Mochten er vragen zijn, stel die dan vooral in de chat rechtsboven of neem een kijkje op de Royal Floren Holland website voor meer informatie rondom de noviteiten. Bedankt voor het kijken.